Ja, dan kijkers van mijn kanaal, oftewel Rotjoch, welkom weer terug bij een nieuwe Minecraft Factions video. En dit is de allereerste video op mijn eigen server. En ja, ik ga het even laten zien. We gaan eigenlijk raiden, want binnenkort, trouwens even meteen een update voor iedereen. Binnenkort gaat deze server een reset krijgen, oftewel een wipe. Dus iedereen is weer welkom op deze server, het is play.heropvp.nl. Maar, vandaag ben ik niet alleen, ik ben samen met Wout weer. Hallo Wout. Hola. Wout is wel de andere owner. En ik ben met twee members van een grote faction hier, dus Anonymous. Dat zijn Jelp de Belg. Goedemorgen. Goedemorgen. En Dothraki, geloof ik. Ja, hallo. En Dothraki, inderdaad. En er zijn twee mensen van, van op dit moment de grootste faction, samen met Insane. Die is 26 mensen. Juist. En Insane is ook heel groot. Er zijn twee grote factions. Er is nog één andere faction die ook heel goed is. En drie grote factions. Maar met deze gasten gaan we vandaag een raid uitvoeren. Dus ik ga slash TPA naar Smiley Dead doen. Moet je me even accepteren, Smiles. Yes, chef. There you go. Dankjewel. Kijk, we zijn hier met z'n allen hier. Oh, Dave Poort is trouwens ook. Hoi, Dave Poort. Hallo. Je mag best zeggen dat je er bent, hè? Ik was gewoon vergeten, zei. Hij zegt gewoon helemaal niks ook. Hey, de beste wordt altijd vergeten. Ja. De beste wordt altijd vergeten. In ieder geval, ik heb dus genoeg spullen bij me. Je ziet echt kapot veel cobblestone. Gisteren heb ik mijn allereerste raid ooit uitgevoerd. En die was gelukt. Dus dat gaan we vandaag opnieuw doen. Goed, we zijn bij F. Map ga ik typen. Wat zien we dan? PvP skills. Oké. Wie gaat ons uitleggen? Wat ga ik doen? Steven wist wat we moesten doen, dus volg Steven maar. Dat Steven? Is tot 18. Ja, ik was hier. Wacht, ik had hier even. Hier was ergens een gat, wacht. Hier, ik weet niet of hier, het hier is. Hier zo. Maar ik had. Oh, daar had ik een gat gehad. Een gat niet naar beneden, niet naar beneden, niet naar beneden. Je valt dan. Idioot. Maar hier kunnen we dus bouwen? Of? Ja, hier kunnen we nog bouwen, want hier is het niet geclaimd. Oké, dus we moeten hier naar beneden een stukje. Ah, hier niet. Oké, ik zie het al. Dit is precies het randje. Want hier links onderin zie je dus het randje waar je wel mag bouwen en hier niet. Dus dit kunnen we niet weghalen. Dit is precies het randje. Okay. Dus de bedoeling is om naar beneden te gaan, langs die rand en dan de zijkant op te blazen, zodat we er naar binnen kunnen. Oh, je hebt een gat gemaakt? Nee, toch? Nee. Oh, ik had ergens een diep gat gemaakt. Oké, maakt niet uit, maakt niet uit. We gaan gewoon naar beneden en dan gaan we kijken of we een base kunnen vinden en met TNT cannon opblazen. Van de vorige episode van mij echt is, van de vorige episode met Guillermo en zo, dat was een TNT cannon echt dik gefaild. Ik kreeg er echt vet veel haat over. Maar nu weet ik hoe die moet, dus ik kan hem nu zelf. Ik kan nu zelf twee designs bouwen, dus dat is chill. Dankjewel voor de light bearer. Well, oh, Raf is er ook ineens bij. The fuck is Raf hier? Ja, maar Raf die praat niet, die is zo'n... Zit hij wel in de call? Nee, nee. Hij zit niet in de call, dan gooi hem er even bij dan, want anders had hij weer zo'n stomme winterspannen zo meteen, daar hebben we geen zin in. Oh my god, tjongejonge Raf, waarom zeg je niks? Hij komt zomaar, zonder te vragen. Oh, kijk jongens. Oh yeah, wake up yeah. Alright, we zijn bijna bij. Oké. Hoe kan je het beste aan een base vinden? Dat weet ik dan niet. Hoe vind je de base? Fokken meestal. Kijk, ze zitten nu ten oosten van ons zitten ze, zeg maar. Maar hoe diep moeten we gaan? Dat soort dingen, dat vraag ik me altijd af. Shit, ik heb mijn diamond sword in mijn chest liggen. Fokken volgens mij. Ah! Wat moeten we doen? Gokken zou ik niet doen. Oh, gokken. Ik dacht van zeggen rocken. Wat moeten we rocken? Zullen we gewoon hier een TNT'tje zetten? We gaan kijken, rocken. Nee, ik denk dat we het beste vanuit hier die kant op kunnen gaan. Oké, wacht. Even kijken hoor. Oh, Raf heeft zijn ender chest. Kan je hem ook eruit halen? Als daar een pickaxe zit of je zwaard. Kijk hoor. Wat Raf? Oh, daar heb ik hem weer gezet. Oh, je dacht natuurlijk nu niet. Ah, fuck. Mijn zwaard staat er helemaal niet meer in. Hey, ik heb ook nog wel een zwaard. Maar nee, ik heb een iron sword. Dat is prima. Kan ik mee. Slash F. Nee, ik heb 10 diamonds voor B. Oké. Maar dit, als je zeg maar 6 echt map doet, kan je nu zien, zitten nu ten noorden zouden ze ons moeten zitten, een beetje. Oké, dit is een chunk hier die we op zitten. Als je slash FC chunk doet, dan zie je de chunk waar die je kan claimen, zeg maar. Oké, wacht, ik zie het al. Kijk, ze kunnen zitten precies hier zitten van ons. Dus als het goed is, als we hier een beetje ingaan. Map. Zou ik ze nu naar ze kijken. Ja, het is precies goed waar ik nu zit, zo. Zal ik daar dan even suicide kennen of? We kunnen toch als het eerste TNT kan je toch dan gewoon neerzetten? Ja, ja. Oké, dus ik de eerste TNT even neer. Kut, heb jij dingen bij je? Ik heb redstone torch bij me. Oké, nice. Gaat hij nou af? Ja, oké, chill. Oké, dan. Oeh, spannend. Oké. Boom! Dat is het gaatje. Oké, dan ga ik even hier beginnen met een gat achter. Miner. Even de miner boys, maak even ruimte hier. Oh shit. Hoi, we hier gaan minen. Dus, of niet? Ja. Deze hoogte ook. Ja, dat is goed, weet ik niet, dat weten we niet. Nee, dat weten we niet. Dan moeten we dus schokken. Waarschijnlijk zit ze op bedrock, neem ik aan, maar... We kunnen altijd kijken. Iemand zei, we gaan het hier proberen. Nou, in ieder geval, dus de server, server IP is dus play.heropvp.nl.
Heel veel mensen vragen altijd. En binnenkort komt er een wipe aan. Dus we kunnen met z'n allen weer helemaal opnieuw beginnen. En we hebben met z'n allen heel veel kans en heel veel plezier. En hopelijk ga je ook nog, gaan we nog extra grote packages krijgen. Want nu hebben we er maar 3 die heel groot zijn. En een paar die half groot zijn. Dus het is leuk als je samenwerkt. Dan word je gewoon... Ja, gewoon heb je meer battle onderling. Dat is grappig. Dat is veel leuker. Heeft er iemand een lampje of iets? Dus wacht, Redstone Torch is eerst die achterste, dan de voorste. Of is de voorste dan de achterste? Eerst de achterste en dan de voorste, ja. De achterste die vuurt hem naar voren, zeg maar, die doet hem naar voren. Oh, je had iets langer moeten wachten, denk ik. Niet. Nou. Ja, maakt niet uit. Boom! Nice Gatu! Hier, die was goed. Ik kon rennen met TNT neerzetten. Hey! Ja, hey. Hup, hup. Oh yeah, buddy! Volgens mij gaat het goed weer. Ja, op zich wel. Ik had iets langer kunnen wachten, dood. Oh, wat is dit dan weer? Well, blaas maar gewoon op. We gaan gelijk vis aanzetten hier zo. De achterste? Gewoon eentje opblazen en dan wegrennen, want dit is wel niet schoon. Oh, dit gaat alle kanten op knallen. Ja. Yeah. Ga je in de hoek staan. Woep woep! Au. Oké, dan. Oh, nice. Oké, nu TNT-kanonnetje erop. Maar weet niet op waar ze zitten, toch? Slash echt mee. Oké. Ik zit even om het packaging. Oké, okay, chill. Ga ik de grond even in minen. Achteruit nog. Kunnen we TNT kunnen zetten. Op deze hoogte ook? Of ietsje lager? Ik zou zeggen eentje lager. Waarom hier? Ja. Heeft iemand een schepje bij zich? Ik zal wel snel inhalen. Als iemand dit kan weghalen, dan kunnen we dit. Of Raf, mag ik even je ender chest? Volgens mij. Ik heb super brik op mijn hand staan, dus. Sloop die shit. Ah, kut, daar zit geen. Nice. Okay, oh, kut. Dat is gewoon weghakken. Heb je hout bij? Hey Wout. Ja, dat was TP, hè? TPA gewoon. Oh. Even checken, zullen we een standaard kanon bouwen of zou ik bij kanon bouwen? Bouw maar eerst dat slime kanon. Nee, ik heb tenminste tot zover gedaan als een slime kanon weer? Ja. Oké, even checken hoe die ook weer ging. Ik heb geen slime blocks bij. Ik heb wel slime blocks. Oh, ik heb er wel. Ik heb nog kapot veel. Ik heb er nog in mijn ender chest. Ik heb er gewoon de hele stack volgens mij, ja. Ja, ik heb wel heel veel repeaters en shit als je dat doet. Oké, ik heb even geen spullen verder dan dit nodig. Even checken dit zo. Doen we een repeater. Doei, yo. Ik wil nog TNT, waar dan? Zo. Dan komt hier, als het goed is, kan hier dit. Zo. Wauw. Weer een nieuwe. Nee, deze is echt gek, jongen. Ik zweer het. Dit is de shit. Ik heb hem gisteren laten zien voor de eerste keer aan die andere twee dudes hier. Ik dacht van, oh, wauw, dit is best wel goed. Ja, toch? Ja. Zelf bedacht, of niet? Totaal niet. Natuurlijk heb ik hem niet zelf bedacht. Wat denk je zelf, man? Lijkt wel een beetje op zo'n gun, toch? Van de zijkant. Ja, hij is sick, hoor. Hij is sick. Wacht, let op. Die repeat of zo, ja. Dankjewel. Dan kon hier nog een slimeblokje tegenaan. Zo. Pof. En dan moesten we hier... Ah, heeft iemand een lever? Lever? Ik heb er gelukkig eentje gemaakt. Nice. Die moet er hier tegenaan. De zijkant inderdaad. En dan is het... We kunnen ook, denk ik, soms schuiven. Moet je de lay nog doen. Die lay onderin. Ja, we kunnen hem denk ik beter schuiven. Waarom kan ik niet drukken? Oké. Ik denk dat we deze eerste keer weg kunnen halen. Want dan hoeven we niet ver te schieten nog. Ik denk dat we beter af kunnen schuiven. Ja. Dus dan halen we de slime weg. Anders vliegt hij nog omhoog en dan ontploft de cannon. Juist. Dus ik denk dat we hier de TNT zetten. Ja. En dan gaat hij, jongens. Zijn we klaar voor? Joep. Nice. Bomp. Ja, zo komen we wel bij Bedrock. Oh. Oh, dan moet je weer die hendel omhoog zetten en dan zit je een nieuw TNT in en dan knalt hij weer. Oh, what the fuck? Waarom gaat TNT? Oh, sorry, Raf, pas op! Ja, je had het even uitzetten, hé. Ik kan niet die lever omhoog halen steeds. Ik heb erbij horen. Fuck dit, ik moet even iets in lege handen hebben, anders kan ik niet die lever overhalen steeds. Ik ben echt dom. Steeds niet. Oké, wacht. Dan moet deze weer terug zo. Oh, ja, dan moet... En dit zo. Ik pak hem even op. Dan gaat hij weer. Ah, de TNT cannon is... Huh? Oké, is goed gegaan. Oké, nice. Maar we komen alleen... We graven nu eigenlijk een gat naar beneden toe. Misschien moeten we nu even die andere cannon bouwen met kleine delays, zodat dit niet bovenweg gaat. Die standaard, ja, die standaard. Kijk, als we nu zo doen... Kan je niet? Dat is normaal, dan gaat hij alsnog tegen het oog. We halen deze gewoon weg. Maar eens even showen toch, dat ik het kan toch. Je weet toch. Okay, kan je niet deze achtige wat meer delay geven, dat hij dan wat eerder een pot bovenaan. Hij is echt voor... Hij is echt... Deze is eigenlijk echt voor verre afstanden. Oké, shit, ik moet die observer niet even breken. Eigenlijk is het wel een goede vraag wat Smiling stelt, en volgens mij kan het wel. Als je deze repeater hier aanpast, naar achter. Als die repeater wat verder delay zet, dan schiet hij wat later eraf. Ja, we gaan proberen. Ik denk het wel. En dan gaan we het proberen toch? Je weet maar nooit, grappie. Even kijken, waar is die... Want dan moet je misschien eerst handmatig even die TNT aanknallen en dan die delay op die piston zetten misschien. Wat dan? Dus die delay... Ja, ik denk die helemaal ver zetten. Zo? Deze slime ook, helemaal achteraan. Oké, doe ik zo. Ja? En dan schiet hij denk ik hem wat later af. Eén slime blok? Wacht, ik denk dat dit genoeg is al. Oké. Probeer het eens.
wacht even hoor. Nou heeft hij er wat langer op staan, denk ik. Oh nee. Ietsje langer, maar... Ja. Hé, hey, Raffi, daar beneden. Pomp. Oké, okay, we halen het gewoon weg, jongens, denk ik. Ja, ik zal even waterbucket. Ik heb die standaard, ja, ik heb die waterbucket. Heb ik bij me? Nee, ik heb ik haal wel die obsidian weg, want ik heb fast break. Go for it, bro. Oké. Okay. Als het even weggehaald worden, ja, die spullen die we hebben, die mogen jullie gewoon houden, weet je. Fuck it. Ik heb genoeg, je weet toch? Doe ik hem maar. Rijke tata. Oké, gaan we cobblestonen. Oké, okay, dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Slappy hier, hè? Of niet? Even kijken. Ja. Slappy daar, dat ja. Dat is buiten de regio. Ja, ik heb water. Zo, moest die... 1, 2, 3. Oké, dan moeten we zo. Dan gaan hier die repeaters. Yes. We gaan even zo doen. Tak, tak, tak. Dan gaan hier alle redstones. Nee, niet de laatste, hè? Wel. Je moet nog even één slapje tegenaan doen, Wout. Kan je dat even fixen? Waar? Je moest toch ook nog een repeater? Oh, ja. Deze moet hier boven. Waar moet nog een slapje tegenaan? Hier, aan de bovenkant van de TNT, zeg maar. Ja. Maar niet erbovenop, zeg maar. Geen rand van de TNT, aan de bovenkant. Oh, een hier, boven slap. Ja, juist. Ja. Zo klopt die is goed, toch? En die delay moeten we heel kort zetten of heel lang? Heel lang nu. Dus... Omdat je wil toch dat die direct ontploft dat dit hier weggaat. Ja. Moet wel oppassen dat de voorkant van onze cannon er niet aangaat, hè? Zo ja, dus. Dat gebeurt sowieso waarschijnlijk. Ja, we hadden misschien beter van obby kunnen maken. We zitten dichtbij, toch? Ah, boeie. We zitten dichtbij. Oh, lekker knallen. Oh, shit! Nee. Oh, shit! Oh, nee, daar shit. Gaat de voorkant. Sorry, boys! Ik vergeet die TNT erin te zetten. Ik vergeet die TNT erin te zetten. Oké, okay, ik ga die TNT erin te zetten, dat is wat ik vergeten. Oké, okay. Dan weet je dat ook weer. Juist. Eentje is genoeg toch, tevoren eigenlijk. Dat deden we gisteren ook. Gewoon eentje tevoren, eentje maar. Ja, eentje is genoeg. Oké, okay, dan gaat hij. Nog een klein stukje. Yo. Ponk. Ja, ik ben nog steeds helemaal delay staat... Veel te lang. Delay moet... Er moet veel meer delay op. Nee. Oh ja, dan moet ik net minder delay. Juist, dan moet juist minder. Ja, dat die voice wat eerder afgaat. Ja. 2, 3, zoiets. Maar deze cannon is wel beter, kun je iets meer instellen. Ja, ik denk wel. Oh, waar? Gaat die schot goed gekomen. Ja. Juist! Oké, okay, dan moeten we die slap terugleggen. We hebben maar één TNT achter nodig, anders wasten we veel TNT. Ja, doe maar even één TNT. Toch wasted. Kan iemand die slap zetten? Ja. Nice. Call me Mr. Slap, let's go. Oké, okay, nice. Gaat weer, boys. Heeft iemand ook een torch voor ons? We hebben een lichtbal. We zitten in het donker. Oh ja, ik heb er 23 bij. Oké, okay, ja. De voorkant. Hij gaat de goede kant op, alleen we hebben gewoon te dichtbij gezet, maar dat maakt niet uit. We hebben geen, ik heb hier wat obsidian. Die hey! Zo... Nice. Ja, oké, okay, wacht, hier moet nog een blokje op. Zoiets. En daar moet nog een redstone op, toch, op dat blokje, of niet? Nee. Nee? Nee, toch? Oké. Okay. Nou, dat weet ik niet. Dat redt ook niet, volgens mij. Ja, ja. Volgens mij niet, nou, dan. Volgens mij moet het zo werken. Come on, boys. Oh ja. Charge op. Oh yeah, wake up yeah, oh yeah, wake up yeah. Oké, okay, het gaat de goede kant op. We kunnen er makkelijk doorheen nu. Dan heb ik nog één keer opzetten ook hier zet gewoon. Dat gaat inderdaad niet meer stuk. What the fuck? Waarom komt er licht uit? Het is alleen nog die slap, want je hebt toch geen obby slap of wel? Nee, helaas niet. Oké, okay, let's go. Yo, gaat hij weer. Ja jongens, we gaan binnenkomen. Kijk eens, TNT. Boom! Werkt als een treintje. Alleen die slap moet steeds terug toch? Maar helemaal niet uit. Even kijken hoor, hij gaat de goede kant op. Ja. Even wat meer slaps maken hoor. Wij moet ik zo meteen, valt hij zo meteen even kijken hoor, want het schiet nog wel ver genoeg. Nee, hij gaat iets te vroeg af nu, Ja, dan gaat die voorkant eraan. Juist, daarom. Moet hem iets te vroeg zetten, iets later zetten. Want hij moet ook gewoon tegen de muur aan knallen nu, dus je moet de delay ietsje langer doen, toch? Nu dan. Hebben we nog TNT binnen, nog niet? Godsamme. Ik haat dit zo erg, hè. Als ik met mijn hand kan alleen maar dat ding kan fixen ofzo. Super irritant. Ik heb nog heel veel TNT, heb ik. Oké. Okay. Die kool gelijk heb weggevakt. Jij dan bijvult zo meteen, dan zet ik daar ook die slaps terug. Oké, okay, wacht even hoor. Als ik dit zo doe, die zo doe, dan... Zoiets moet die snel moet goed zijn, denk ik. Gaat die, jongens. Rip cool. Ja, volgens. Oké, dan gaat hij iets te laat. Ah, is nice. Nou, oh, slaps staan er nog. Nice. Ja, hij gaat iets te vroeg hier af daar. Ik vul hem even bij. Hoppa. Irritant. Oké, dan ging ze iets te vroeg af. Toch weet ik dat dit... God, deel! Non you! Oké, nou moet hij goed zijn, denk ik. Nou moet hij goed komen, want je knalt hier volgens mij gewoon één keer bam tegen de muur. Ja, toch? Ja. Ja. Oké, okay, 2 TNT weer erop. Pof, paf, paf. Zo knalt hij een stukje harder. Hartstikke plat. Ga met die banaan.
Yalla yalla. Ik heb eten nodig, heb ik al. Mooi. Oh, daar gaat de voorkant. Die schaar schoot wel lekker. Ja, die schoot hij lekker. We hebben even een nieuw redstandje nodig aan de voorkant. Heb ik. Ja, toch. Nieuwe voorbereiding. Oh, twee. Let's go. Meer firepower. Draalt hij hem verder, toch? Kijk. Volgens mij is het een beest op bed. Hoppa, die was perfect, jongen. Hetzeflats. Volgens mij zit een beest op laag. Denk je laag? Ja, want de bedrock is maar ongeveer, als je in die cave bent, 10 blokjes naar beneden of zo. Oh kut, ze moeten toch eigenlijk een stuk lager moeten we. Ja, we kijken wel even. Oh fuck, hij gaat niet meer ver genoeg, hè? Ja, komt omdat we net maar 1 TNT hadden, man. Zo, 2. We kunnen dat nog uitbouwen, weet je. Oh, 3 dan? Ja, dan kan hij kapot hard. Bang! Oh, eentje is naar beneden gevallen. Die TNT was naar beneden gevallen. Ja, volgens mij zit klopt het niet ofzo? Jawel, toch? Nou, hij was naar beneden gegleden, wacht even. Oh, wacht, omdat het blokje hier misschien. We missen dan het blokje, ja. Ja. Grappies. Jongen, let niet op, hè? Ik let wel op. Nee, die helpt. Oh, dat gaat niet. Lekker hoor. Oké, nu was hij goed. Kwaad, kwaad. Niet uit. Tempo. Paf, paf, paf. Volg gewoon die handen. We gaan houden. Duurt lang deze raid. Duurt lang. We gaan gewoon hem. Boom. Bam. Zo doen we dat. Het is plat. Volg gewoon die handel. Oh, wauw. Smijden gewoon wel extra in. Nog meer power. Nee, joh. Vis dat toch? Let's go. Gaat u weer. Oh, dit deze kanon werkt smooth, jongen. Hoppa, doe jij trouwens die voorste, dan gooi ik het in de water daar. Check dan. Deze kanon schiet echt lekker hoor, check. Ja, die kan je tenminste een beetje aanpassen. Woehoehoe! Oh, kut. Genoeg firepower voor de hele familie. Maar ja, volgens mij zitten we dus inderdaad te hoog, man. Dan kunnen we hem gewoon wat zachter zetten, dat hij hem naar beneden laat vallen. Ja, is goed. Blokje. Oh, ik kom zo aan. Oké, nice. Gaan we hierin. Tak, tak, tak. Oh. Hij zweet dit wel iets te lang, want ik moet eigenlijk zo weg, jongens. Wow, what the fuck is dat? What the fuck is dat? Wie is dat? Dus ja, ik zal even... Oké. Okay. Ja, goed, het gaat in ieder geval op het idee. Dus deze raid gaan we echt een keer afmaken en de andere keer dan. Want ik heb echt geen tijd meer, helaas. Oh, raiden duurt echt heel lang. Ja, dus ik kan het helaas niet afmaken nu, want ik moet helaas ervan duur. Maar ja, het idee is er toch? Het idee is er. Je ziet het, jongens. Dylan kan wel raiden. Het lukt hem. Dus dat is belangrijk. Yeah. Even zeggen, ja, ik kan niet eens raiden. Maar ja, dat kan ik nu dus wel. Hartstikke chill. Dan gaat er één schotje. Nieuwe cannon crew bij elkaar gezocht. Pam pam, lekker hoor. Maar dan gaan we voor de volgende episode gaan, dus volgende keer weer raiden. En de server gaat binnenkort weer opnieuw. Jullie weten het. play.heropvp.nl. Dankjewel mensen voor het meedoen in ieder geval. Yes. Geen dank. Alsjeblieft, dank. En we zien jullie graag in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Laat een massa ziens. Laat een blauw duimpje omhoog achter als je hem leuk vond. Ik zie jullie graag in de volgende. Peace.